diplomatieke dienst in Suriname uitgebreid, onderzoek naar het in trans raken van scholieren en meer dan 250 journalisten in de gevangenis beland in 2018. Goedenavond, het is vrijdag 14 december, de SCVS met het journaal. De diplomatieke dienst in Suriname is met 5 niet-residerende ambassadeurs uitgebreid. De ambassadeurs van Maleisië, Sri Lanka, Noorwegen, Roemenië en Chili hebben hun geloofsbrieven aangeboden aan president Desiree Bouterse. Dat gebeurde eerder deze week met de nodige ceremonie in het presidentieel paleis. Lim Khwaishing wordt de niet-residerende ambassadeur voor Maleisië, Mustafa Mohamed Jaffer voor Sri Lanka, Stefan Mera voor Roemenië, Niels Martin Groenen voor Noorwegen en Juan Anibal Barria voor Chili. Na het aanbieden van de geloofsbrieven volgde een kort onderhoud met het staatshoofd, waarbij ook duidelijk werd aangegeven op welke gebieden de diplomatieke samenwerking zich zal concentreren. Zo ging ambassadeur Martin Groenen van Noorwegen in op de intenties van Noorwegen met Suriname. And we had a good talk about the bilateral relations between Norway and Suriname, which is excellent, and which we hope to expand and deepen in the years to come. We are very impressed by the way Suriname is protecting its forests. And of course, we have a Norwegian oil company here called Equinor that is searching for oil. So there are two big issues where we want to work together. Juan Maria van Chili heeft gepleit voor een samenwerking tussen Suriname en Chili als het gaat om de mijnbouwindustrie. Another field very important is mining. So we are thinking to reopen our conversations in order to sign a memorandum of understanding for cooperation in the mining industry. Chile is a mining country, and is the same case with you. So we have to work more together. Roemenië daarentegen is bereid om op het gebied van onderwijs samen met Suriname een aantal projecten uit te voeren. Dat benadrukt ambassadeur Stefan Mera van Roemenië. We have a lot of projects in a lot of areas. We are talking. I'll be going to the Ministry of Foreign Affairs just after this ceremony to start already working on it in agriculture and for example in police cooperation, environment, a lot of possibilities, most certainly in scholarship for students in Surinamese students that go and study in Romania, many things, and we have just to put them on paper and then make them come alive. De afgelopen tijd is gebleken dat kinderen vaker op school in trans raken. Uit gesprekken is gebleken dat onreine plekken een aantrekkingskracht zijn voor onbekende entiteiten. Uit reacties van verschillende deskundigen wordt dit ook bevestigd. Leendert Pokorny, Judy Samson en Edward Regio Paviro gaan hierop in. Dat is het geval. De entiteiten hebben een voorliefde om op twee plaatsen te zijn op school. Toiletten en waar er rommel is. Dus rommel trekt ze bijzonder aan om zich daar te huisvesten. Het advies wordt dan gegeven aan de schoolleiding rommel op te ruimen. Aan de schoonmaaksters, want met die praat ik ook. Ik praat ook met de wachters, want na school kunnen er ook dingen gebeuren. Ik heb vaker tot leerkrachten gesproken. En die zeggen dus dat zij vooral tijdens bijvoorbeeld op de MULO-scholen, de SO-periode bijvoorbeeld, de repetitieperiodes, dat ze dan heel rare ervaringen hebben. Kinderen met verschillende geuren en kleuren, om het zo even uit te drukken. Kinderen die met verschillende attributen naar school gaan. Soms ook de leerkrachten zelf, om zich te beschermen. Misschien denken zij dus dat ze daarmee zichzelf gezond gaan maken. En allereerst wil ik de ouders meegeven om te zorgen voor een goede opvoeding. Ja, en daarmee bedoel ik, leert u uw kinderen om in contact te zijn met hun schepper. Ja, dat moet je eigenlijk met de paplepel mee hebben.
Het in trans raken wordt bekeken vanuit verschillende aspecten die geleid kunnen hebben naar dit stadium, zeggen de verschillende deskundigen. Leerkrachten zouden moeten kunnen herkennen wanneer het gedrag van een pupil zodanig veranderd is dat men de leerling niet meer herkent. Nitin Jagbandan en Erik Tjenkong Kim geven hun mening hierover. Je hebt ook die andere vormen waarbij mensen in trans raken. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, door een gebeurtenis in hun leven. En je hebt ook andere vormen waarbij men zegt dat ze worden in bezit genomen door een entiteit. Kijk, volgens de Javanistische principes is de rode draad die loopt door al deze zaken, is dat er een harmonie moet zijn tussen mensen onderling, tussen mensen met hun geestelijke wereld en mensen met de geestelijke wereld om hen heen en de overige mensen. Er in de eerste plaats onderzocht moet worden hoe het kan dat zo'n kind dat gedrag vertoont. Door een goed gesprek te hebben met zo'n kind, wij noemen dat pastorale gesprekken. Ik heb via internet contact gezocht met sites die gaan over satanisme, over afgoderij, over zaken die te maken hebben met occultisme. Dat zijn allemaal zaken die, laten we zo zeggen, als je daarmee in contact komt en je ervoor openstelt, kan er een stukje beïnvloeding plaatsvinden. Om zo'n situatie die daar plaatsvindt op de school te Paranam alleen maar met christelijke normen te willen beschrijven en te willen behandelen of te willen op te lossen. Het is zeer moeilijk om dat te doen. Er is zoveel meer in de wereld en die Winti-religie die biedt de tools om het probleem op te lossen op een adequate manier. Dus als je het mij vraagt, zou ik zeggen dat er hier sprake moet zijn van de wil om het probleem naar behoren op te lossen. Maakt niet uit als het gaat vanuit normen van het christendom of van die Winti-religie of van het Javanisme of het Hindoeïsme. Het kind staat centraal. Het kind heeft er last van en het kind moet geholpen worden. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken heeft een geselecteerd deel van het personeel getraind om te kunnen omgaan met het nieuwe ID-kaartensysteem. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat de oude ID-kaarten plaats zullen maken voor de e-ID's. Het personeel volgde een train-the-trainers-course. Hierdoor moeten zij gewend raken aan het werksysteem van de printing house op het CBB-complex aan de Jagannath Lachmondstraat. De training bestaat uit twee delen, bestemd voor de operators en de administrators. De operators zijn de gebruikers van het systeem en zullen te werk gesteld worden op de diverse bureaus voor burgerzaken in de printing house. De administrators training is bestemd voor degenen die verantwoordelijk zullen zijn voor het totaalsysteem. Vandaag is de ID-kaartenwet 2018 in de Nationale Assemblée in behandeling genomen. Deze ontwerpwet bevat regels voor het vervaardigen, uitgeven, afgeven, inhouden en intrekken van de ID-kaarten. Morgen krijgt u tijdens het 19:30 journaal het verslag hieromtrent. Rehabilitatiewerkzaamheden van de wegstrekking vanuit Monkshoop richting de Henri Fernandesweg worden door het ministerie van Openbare Werken voortgezet. Het gaat om een wegstrekking van 27 kilometer. Door het aannemingsbedrijf Tjongalanga NV wordt nu ter hoogte van de zesde rijweg de toplaag aangebracht, terwijl vanuit Monkshoop de weg reeds voor 2 kilometer is voorzien van een toplaag. De weg wordt geheel geupgraded met een aslast van 13 ton. Deze weg, die eerder 6,2 meter was, wordt ook verbreed naar 7,2 meter. Dit project is in 4 secties verdeeld, te weten Monkshoop 6e rijweg, 6e rijweg, 5e rijweg, 5e rijweg Upkaar en Upkaar naar de Henri Fernandesweg. De directievoering ligt in handen van Synecon, raadgevend ingenieursbureau. Het ligt in de bedoeling het project in het jaar 2020 op te leveren. Kinderen van Stichting Matuku krijgen de kans om zwemlessen te volgen.
Alice Pomstra-Elmond, vrijwilliger bij deze instelling, wil de jongeren een kans geven om ook op dit gebied zichzelf te ontwikkelen. Om de kosten voor de zwemlessen te dekken, is de stichting op zoek gegaan naar sponsoren. Kinderen, wat ik net zei, even moord hier aan doen. Toen ben ik overlaat een beetje gaan lopen zoeken van waar kan ik geld vinden. Je gaat plekken in kraten de markt, maar mensen willen daar alleen eten kopen. Dus het is gewoon niet echt op. Dus toen hebben mijn zusje en ik besloten om te kijken of we een fundraising hier kunnen organiseren. De mensen hier zoveel potentie hier hebben. En we willen natuurlijk, het grootste wat wij willen, is dat er beter bekendheid is bij Matoek. Dat er meer mensen zijn die weten wat voor goed werk hier wordt gedaan. Om de kosten te dekken is er vandaag een kerstmarkt georganiseerd. Stichting Matuku is een organisatie die jongeren met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking begeleidt, zodat ze uiteindelijk zonder hulp kunnen functioneren in de maatschappij. Hoewel vele jongeren meedoen aan de Special Olympics, zijn er toch anderen die nog niet kunnen zwemmen. Vandaar dat dit project wordt uitgevoerd om aan deze groep zwemlessen te verzorgen. Het doel van de kerstmarkt was dus dat we meer talenten hebben ontdekt in onze pupillen. En vandaar dat we dus fundraisen om dus opbrengsten te brengen voor de zwemlessen die ze kunnen volgen. Onze kinderen doen mee met Special Olympics. En 6 oktober was de Wereld Celebrale Parijse dag. En dus daar hebben we dus gezien dat een paar pupillen van ons ook kunnen zwemmen. En daarom fundraisen we dus om de zwemlessen te kunnen betalen.